Zie je dat? Ja, of daar, waar? Daar. Oh ja. Live gaan. Hij gaat nu live! Maakt niet uit. Zo, oké. Hij heeft het sinds aangedaan. Nu hoort hij weer niet. Jawel, ja, is hij oké. Oké, als het goed is, staat hij aan. Ik zie hem nog niet. Misschien moet je even refreshen. Even kijken, zo. Ik krijg nu een reclame, dus het zal. Het zal wel. Even wachten. Even kijken. Die. Huh? Ik zie 22 mensen in de chat, dus de chatbox doet het. Oké, dat ging heel snel. Zeggen ze allemaal dat het doet? Zeg even allemaal dat hij het doet, allemaal, want ik weet niet zo goed. Ik denk het wel. Hallo, hoi. Ja, doet het, hoop ik. Nou, ik zie je in ieder geval in beeld. Dus laten we erop houden dat het goed is. Ja. Dus in ieder geval, hoi allemaal. Leuk kijken in deze livestream. Vandaag gaan we weer Star Stable spelen. Het is best wel een tijdje geleden. Maar heel veel van jullie vroegen er ook om vandaag. Dus we gaan het weer lekker spelen en ik heb er heel veel zin in. Ja, volgens mij is het nog steeds dezelfde update als best wel lang geleden. Dus ja, dat vind ik wel een beetje jammer. Ja, het is namelijk zo. Het is vandaag dinsdag. Ja, dinsdag. En op woensdag is al de update. Ja. Dus morgen komt de nieuwe omgeving waar je allemaal weer leuke nieuwe dingen kan gaan doen. Ja, ik hoop het. Maar nu is het nog gewoon Winterland. Ja. Oud en nieuw. Ja. Hebben ze daar gevierd? Ik heb vuurwerk. Je kan nog steeds vuurwerk afsteken. Ja, dat kan. Ik heb dus vuurwerk gekocht. Oh, dat is leuk. En ik heb ook een lampion gekocht. Oh, maar dat is leuk. Misschien kunnen we die oplaten. Want nu kun je ze nog oplaten. Het is de laatste dag, denk ik, vandaag. Dus ik ga ze ook oplaten. Dus ja, ik denk dat we naar het kerstland, hoe je dat ook wil noemen, gaan. En vandaag, mm-hmm. ga ik voor mijn paardje. Dus waar ik nu op rij. Ga ik een nieuw setje kopen. Oké, leuk. In de shop die je eigenlijk altijd bij je hebt. En dat ga ik dit keer met mijn Starcoins doen. Misschien had je het al gezien. Ik heb meer dan 10.000 Starcoins. Dus ik moet zeggen, die moet even zo. Ja. Ik heb meer dan 10.000 Starcoins. Dus ik heb echt gewoon te veel Starcoins. Dus dat moet ik gewoon uitgeven. Ik ben nu weer terug op de 10.000. En ja, ik heb gewoon te veel. Dus ja, dat ga ik vandaag uitgeven. En je kan vandaag natuurlijk ook, ik denk dat het ook de laatste dag is, je kan natuurlijk op dieren rijden hier zo. Op een beer, op een hert. Ik weet niet precies wat het is, rendier, hert, weet ik het niet. Ja, rendier rijd ik. En zo'n beest kan je ook op rijden. Ja. En op een hert, rendier ook, ik weet niet. Maar daar kan je dus op rijden. En als eerst ga ik even het vuurwerk af laten gaan. En daar gaan wij voor naar dat plekje daar ergens. Ja. Voor iedereen die wij nog niet hebben gezien tijdens een live of een ander evenement. Natuurlijk allemaal de beste wensen voor 2021. Yes, gelukkig natuurlijk. Dat jullie allemaal weer gezond en wel het nieuwe jaar in kunnen gaan. Ja. En kunnen blijven, want het is in coronatijd natuurlijk best wel een beetje spannend of iedereen gezond blijft. Ja. Dus ik hoop dat dat allemaal voor elkaar gaat komen. Oké. Ik zit natuurlijk mee te lezen op de chatbox. Even kijken hoor. Wauw. Iemand stook vuurwerk af. Oké. Ik ga even kijken. Ga even op de chat, want er zijn er heel veel. We zitten nu natuurlijk op de server. Oh ja. Wow. Ik ga er ook in afsteken, maar ik ga zo'n grote andere doen. Ik ben eerst even aan het lezen in de chat. Even kijken. Iedereen zegt hoi. Welke server is natuurlijk? Magnolia Island. Yes, alles altijd. Even kijken. Nu ga ik deze af laten gaan. Ik kan jullie goed verstaan. Hij doet het. Ja, hij werkt helemaal goed. Deze ga ik af. Ik zie allemaal weer bekende namen. Rachel geeft aan dat ze een losse tand heeft. Ja, ik ook. Hier, deze. Die zit los. Even kijken. Ik kan het alleen niet goed zien. Fleur zegt, ik heb ergens zin om jullie uit te dagen. Oh jee. Uh-oh. Waarin? Even kijken. Beste wensen. Hond is vandaag jarig. Oh, bij Prins, dat zegt Rudy. Kijk, ik vind dit ding zo gaaf. Rachel zegt, Bobbly, heb je huiswerk? Nou ja, ik werk online. Ik heb vandaag de hele dag op Teams gezeten. Tenminste, wij doen het bellen op Teams. Dus ik heb vandaag de hele dag op Teams gezeten. Het was wel... gaat er nog even, De kerstupdate is zelfs nog een beetje langer. Ik dacht dat morgen al de 14 dagen voorbij waren. Maar het is niet zo. Dat is pas de 13e.
Dus dan gaan we nog eventjes door. Ja, ik ga ook een lampion in laten afgaan. Gaan we weer een namenrondje natuurlijk. Aan het dat einde doen we van aan de, het eind. Lijf. Heel goed. Er is natuurlijk in dit winterwonderland van alles te beleven. Ja. Dus we dachten, laten we het leuk met z'n allen tegelijk doen. Ik zie dat Bobbeli al een ballon heeft afgesproken. Hartstikke yes. leuk. Jullie kunnen dat natuurlijk zo ook doen. En dan kan je hem gewoon bij de shop daar zo kopen. Oh, loopt een paard doorheen. Maar die kan je dus daar zo kopen. En dan ja, heb je dus ook een lampion in heel veel verschillende kleuren. Even kijken. Inmiddels is mijn systeem ook aan het opstarten. Die wilde even niet aan, maar dat is niet aan. Dat komt allemaal goed. Ik zie hier wel van alles. Oh, ze vinden mij ook leuk en lief. Even kijken, wie schrijft dat? Ari. Even kijken. Lise zegt, wat gezellig. Zo. De schoolvakantie is natuurlijk weer voorbij. Dus er zijn allemaal weer dingen georganiseerd door school vanwege thuiswerken. Ja. Ik ben wel benieuwd hoe jullie thuiswerken. Of jullie het ook heel druk hebben. Of dat het eigenlijk nog wel meevalt. Ja. En, ik ben ook wel benieuwd naar eigenlijk. En Bobbeli was ook benieuwd om vandaag nieuwe kleren te kopen. Gaan we ook naar kijken. Ja. Maar hebben jullie ook vuurwerk gekocht? Is mijn vraag. Ja. En wat voor vuurwerk vinden jullie dan leuk? En dan heb ik het over vuurwerk op Star Stable. Want we mogen natuurlijk geen vuurwerk afsteken in het echt. Nee. Buiten een paar sterretjes. Dus hebben jullie ook vuurwerk gekocht? Ik heb ze gewoon allemaal gekocht eigenlijk. Nee. En ik heb ze allemaal gekocht. En ja, welke vind ik nou het leukste? Ik vind op zich de grote bom. Maar je kan ze zelf nooit zien. Want dat gaat gewoon te ver helaas. Even kijken. Wat hebben we allemaal? Even spiegelen. Deze zit er ook in. Zo. Nou, iedereen staat hier ook. Ik, allemaal op een paard en ik loop. Ja, maar maak er tussen even een foto, want dat is misschien oh, wel ja. leuk. Dat is wel leuk, ja. Moet je even op afstandje gaan? Ga ik even hier dus staan? Ja. Ga ik even draaien naar jullie? En doe ja. Zo. En zij hebben ze achterstevoren. En dan doen we andersom. Doen we gewoon even zo. En dan ga ik iets meer naar voor. En dan doen we zo. Hoppa, kijk dan een hele troep met paarden op. Zo, ja, bijvoorbeeld. Even Jarent zegt, ik zie mijn pony. Welke server? Dat is Magnolia Island. Even kijken hoor. Ik ben helaas weer weg. Oh ja, even een leuke foto nog voor over ja. zo maken. Zo. Zo, hartstikke leuk. Je hoort het net dat rendiertje dit, dat kleine hertje. Een spoorwegfan moet helaas weg. Dat kan ja. gebeuren. Doei doei. Wil je mij als vriend hebben in SSO? Ja, ik moet het een beetje... Er wordt ook gevraagd wat mijn naam is in Star Stable. Mijn naam is Sonja Goldfeather. En ik sta op dit moment nog even bij... Waar ben ik eigenlijk? Staat nog in Moorland. Ik sta nog in Moorland. Dus ik kom ook zo meteen jullie kant op. Dan kan ik met jullie meerijden. Ja. Even kijken. Oh, die pinguïn is leuk, joh. Kijk dat dan. Zo leuk. Oh, hij gaat nu weg. Hij loopt ertussen. Ik zie hem. Ja, hij zit daar zo nu. Oh, maar iemand heeft ook hier zo een konijntje. Maar die kan je bij die shop kopen met dat ding. Ik ja. ga ook weer 125 starcoins kopen weer. Of starcoins. XP voor je paard. Dat koop ik altijd. Oké, even kijken. Dankjewel. Ik heb een Sonja gezien bij de voorweg, wordt er gezegd. Nou, dat zou kunnen. Ja, dat kan. En Lise zegt, ik rij op dezelfde stal. Oh, dat is ook gezellig. Dat is ook leuk. Rachel zegt dat ze ook online lessen heeft met Teams, dus dat klopt ook. Ja. Oké, maar valt er hier nog wat te beleven? Vuurwerk afsteken en... Oh, misschien is het leuk om met elkaar vuurwerk af te steken. Ja. Dat is een leuk idee. Hebben jullie ook zin om vuurwerk af te steken? Wie heeft de vuurwerk gekocht? Als je nog geen vuurwerk hebt, koop het dan eventjes. Of ja, ligt aan of je wil of niet. Want misschien ben je straks aan het sparen. Maar ik ga nog wel even vuurwerk kopen. Want ik heb nog maar 3 vuurwerk dingen iets. Dus ik ben nu bij de shop. Ik ben mijn muis kwijt. Ja, oké. Welke zou ik kopen? Ja, deze vind ik best wel leuk. Maar ik ga die nog niet nog een keer kopen. Want die zijn echt best wel duur. Ik denk dat ik gewoon deze ga doen. Of nee, die heb ik nog. Nee. Oké, ik weet wat ik ga doen. Ik ga gewoon die rode doen. Daar heb ik er nog 2 van.
Ik ga naar mijn plekje toe. Even kijken. Judith heeft. Manu heeft. Maggie heeft. Dus je moet even wachten tot het iedereen compleet is. Ja, ik ga ook nog niet gelijk. Oh, iemand heeft al afgestoken. Oh. 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 Star Stable. Oh, die is leuk. Maar wacht nog. Kijk dan, die konijntjes. Oh, daar gaat er nog een de lucht in. Wauw, die was mooi. Die is ook maar wacht nog maar even met al het afsteken, want dan kunnen we met alle tegelijkertijd. Dat is wel gaaf. Oh, daar gaat er nog één in de lucht. Oh, nog één. Jeetje, wauw. Jongens, stop. Wat is het allemaal mooi. Zou ik hem ook aansteken dan? Gaan we aftellen. 3, 2, 1 En go. Go. Alleen zien wij hem zo. Oh ja, kijk. Heel veel. Jou. Oeh. Jongens, steek allemaal lekker af. Ik ga ook nog even de rode doen, nog eentje. Schuppel in mijn oog. Woehoe, er gaat er nog eentje de lucht in. Joe. Oké, dan ga ik nu nog een... Oh, 2 tegelijkertijd. Oh. Het is een beetje moeilijk volgen, want er gaat echt overal de licht in, jongens, nu. Wauw. Ik ga nog eventjes die blauwe erin doen. Deze. Ga ik nog even de lucht in schieten. Hop. Wauw, jongens, wat ziet het er prachtig uit, joh. Ik ga nog even wat rooi kopen, want ik vind die rooi wel vet. En die blauwe ook. Die doe ik nog even erbij. En deze, zo. Huppakee, ik heb ook nog weer even wat vuurwerk erbij. Gaan we ook weer even lekker afsteken. Ik ga als eerst mijn blauwe doen. Wauw. Het is echt prachtig. Wauw. Oké, 3, 2, 1 en afsteken. Alleen kan je die van jezelf niet super goed zien. Dat vind ik jammer. Je hebt een eigen paard en rij hoog niveau dressuur. Oh, spannend. Wauw. Ja, je hebt ook een mooi dressuurpaard hier ook. Ja, maar dat is niet in het ja, echt. Ja, dat snap ik ook, maar hier heeft ze ook een heel mooi dressuurpaard. Oké. Deze, zou ik deze ook nog eens een keer? Ja joh, ik ga deze ook nog een keer afsteken. Huppakee. Oh, Bobby die. Oh. Wow. Ik vind ze zo mooi, hè. Wauw. Blauwe sterretjes. Ja, blauwe sterretjes. Heel cool. Vuurwerk afgestoken? Ja. Waar kunnen we naartoe rijden? Hebben we hier een leuk stukje waar je doorheen kan rijden met z'n allen? Moet je in ieder geval op je paard? Ja, ik moet sowieso op mijn paard. Maar even denken hoor. Waar kunnen we naartoe gaan? Oh, ik ga op ongeluk dat doen. Even kijken. Ik ga intussen even terug naar de chatbox. Intussen dat kan jij gaan rijden. Ja. Zoals die andere kant. Heel goed. Ik ga even deze goed Ja, dat corona is echt heel vervelend. Dat snap ik heel erg. Dat het echt niet leuk is. Kom mee, jongens. Bobbeli mist ook heel erg het paardrijden. Want ja, dat kan even niet. Nee, heel veel mensen mogen nog wel paardrijden. Maar ik blijkbaar niet. Ik snap ook niet waarom niet. Nou, we hebben geen eigen paard. En de paardrijlessen op de manege zijn stop. Ja. Tot 19 januari. Ja. In ieder geval. En dan gaan we zien wat er gebeurt. Ja. Tot de laatste gaan we live. We gaan meestal een uurtje of 8. Iets over 8 gaan we live. Ja. Op het einde doen we natuurlijk een namenrondje. Ja. Dus blijf tot het eind. Want wie weet gaan we jouw naam ook noemen. Ja. Ik ga even in dit winkeltje kijken. Ja. Kijk jij maar intussen in het winkeltje. Marleen, komt hier een Sims 4 video online? Die komt denk ik wel binnenkort. Ik moet er even een video maken. Ja. We hebben het ook zo druk. We spelen tegenwoordig ook Among Us. Ja. Dat is ook altijd leuk. We proberen ook altijd even in een live tijdens een première de code door te geven. Zodat we ook met elkaar het spelletje kunnen spelen. Ja. Dat is altijd leuk. Maar dan is het ook wel druk. Ja, dan is het zeker druk. Dat klopt. Ja, ik snap het. Want ik snap ook niet waarom ik niet mag rijden. Want hier is iemand, ik mag gewoon nog wel rijden. Nou ja, ik snap het ook niet waarom ik niet mag rijden. Maar ja... Bijna iedereen mag gewoon rijden. Ja, maar bij onze manege is dat niet zo. Dus nee. We hebben het ermee te doen. Ja. Even kijken hoor. Hoi. Leuk weer, dames. Zeg mijn naam. Dat doen we later. Ik heb een paard. Donna is over 6 dagen jarig. Oeh. Alvast gefeliciteerd. Anne zegt, ik heb een eigen pony en hij heeft een ontsteking. Hij heeft heel erg pijn aan zijn buik. Oeh, dat is niet fijn. Oeh, kan je zeker denk ik ook niet op rijden. Oh, en Isabel maakt de opmerking van de dag. Wat dan? Je moeder lijkt wel 20.
Ja, dat staat hier echt. Je moeder lijkt 20. Nou, hey, dankjewel. Even kijken. Even deze bij deze winkel nog kijken. Dievetje zegt, ik heb er 2. Twee paarden. Ja. Twee paarden heb ik het over. Die trouwens. Heb je alle cadeautjes uitgebakt bij de boom in Star Stable? Ja, die heb ik al opengemaakt. Want daar kwam dat paardje toch uit? Ja, daar kwam dat dingetje uit. Dat dingetje ik weet niet waar dit nu is. Kijken, oh daar komt, daar, als je bij de 31 bent, dan krijg je die. Even kijken, Bobbelie, ik mag vrij rijden op onze stal om de paarden beweging te geven, omdat ik in de grote bak zit. Oh ja. Dat zegt Lize, ja, dat hebben wij nog niet. Nee, ik rijd nog niet in de grote bak, maar ik zit net in de gevorderde, dus ja, dus dat we moeten nog even oefenen. Wow. Maar dat komt wel goed. Jongens, toch, dit is toch prachtig? Dit? Deze wanten, die vind ik leuk. Maar heb je een mooi setje in gedachten voor dit paard? Ja, zeker heb ik dat. Wat heb je gezien dan? Ik ga even hierbij zitten. Kunnen jullie ook even kijken? Nou, sowieso deze. Hup. Deze beschermers. Even kijken. Ik zal nog even antwoord geven op Judith. Kijk, ik heb het ook wel in de app gedaan. We hebben zoveel starcoins omdat we starcoins gekocht hebben. En Bobbelie is gewoon heel zuinig. En dus die laat het netjes in de bakje staan. En iedere week komt er natuurlijk 100 coins bij, omdat je in het spel Star Rider bent. En zo wordt het langzaam weer terug op het bedrag waar ze begonnen is. Maar daarom kan ze nu ook iets moois kopen. Ja, ik geef het niet echt uit. Alleen aan paarden die ik koop. Voor de rest geef ik het niet uit. Nee, maar ze wilde ook een keer een mooi setje. Dus dat komt helemaal goed. Deze. En dan moet ik alleen nog even het zadel zoeken. Maar het zadel die is zwart. Daniel geeft ook antwoord. Die zegt, ik ben over, wat was het nou? 4 dagen jarig. En Lars over 16. Oeh. Allemaal feestjes. Ja. Even het zadel zoeken die hierbij hoort. Tenminste, die ik eruit voor heb gekozen. Deze hebben best wel veel mensen, maar ik vind hem super mooi. Even kijken. Dat denk ik hier in de buurt wel. Even kijken. Oh, hier zo is het. Oké, nu hoef ik alleen nog die strikjes te doen. Even kijken. Arie zegt, of tenminste, ik zit op het account van mijn vader. In real heet ik Lieke. Mijn vader heeft slokdarmkanker gehad en ben ik soms erg verdrietig om. Maar door jullie vids word ik weer blij. Oh. Nou, dat vind ik wel echt heel lief, Lieke. Ja. Dus ik zal proberen mijn best doen om je Lieke te noemen in plaats van Arie. Ja. Dat is misschien wel lief. Maar ja, ik heb mijn setje. Ik heb het setje gevonden. Oh ja? Dit is het setje. Oh, mooi. Ik vind het zo mooi. Prachtig. Beautiful. Maar wat kost dat setje? Geen idee. Het zijn allemaal losse spullen, dus. Nou ja, dan moet je kijken of je iets kan kopen. Ja, ik wil sowieso dit zadel, die en die en die. Dus ja. Nou, kijk maar wat het kost. Als eerst ga ik even de deken doen. Ja. Het zadeldeken. En dat is deze. Ramon is over een uur jarig. Oh. Oh, dat is echt bijna. Gefeliciteerd. Zit oog. Oh, oké. Dit dekje, die is 90 starcoins. En 9000 star coins. Maar die heb ik niet. Dus... ja? Doen. Tuurlijk. 3, 2, 1. Oké. Die kun je zo meteen opleggen. Die ga ik er zo opleggen. Dan heb ik nog dit zadel. Het zadel erbij. Ik vind het zadel echt beautiful. Zo. Ga even naar het zadel zoeken. Come on. Oh, wacht. Dan moet ik alle kleuren hebben natuurlijk. Als eerst. Ja, oké. Ik ben er nu bijna. 67. Die is nog goedkoper dan het dekje. Nou ja, dan doe je dat. Als je die wil hebben, dan doe je dat. Helemaal blij. Dan heb ik dit nog hoofdstel. Ik weet niet of dit een glitch is of zoiets. Ja, dat lijkt me niet helemaal normaal. Maar nee, dat maakt niet uit. Maar ja, ik ga hem wel hoofdstellen. En die is blueberry. Deze had ik trouwens. Ik had een andere, maar ja, deze is het. Dus deze. Of ik nu zit ik bij twijfelen, want deze die was ook wel mooi. Nee, ik ga gewoon deze doen. Deze had ik. Die is... Oh, die is goedkoop. Oh. Oh. Nou, ik ga toch deze doen. Deze is 59 star coins. Dat is dit hostel. Mm-hmm. En die ga ik ook gewoon doen. Ja. 2, 1. Dan loop ik er zo meteen weer helemaal netjes bij. En wat heb je nu alles dan? Ja, behalve die nog. Okay. Die zijn 30 star coins. Dat weet ik uit mijn hoofd. Die heb je al zo vaak bekeken. Kijk, dat zijn 30 star coins. Maar die kan je ook alleen maar in star coins kopen. Ja. Oké, nou, opzadelen die handel. Oké, ik ga het nu even opzadelen. Ja. Het zit hier de...
Ik heb hier zo lang naar uitgekeken. Oh, de staart. De strik op de staart. Ja, weet ik. Die moest ik ook nog kopen. Oh, die ben ik nog vergeten. Ja, die ben ik nog vergeten. Maar ik heb zo lang naar dit setje uitgekeken. Omdat ik nooit genoeg starcoins had. En kijk eens. Ik heb nu gewoon het setje. What? Ik ben zo blij. Ik heb nu gewoon dit beautiful setje. Judith zegt, ik ben over 2 minuten 11 jaar. Kan je me alvast feliciteren? Gefeliciteerd. Waarom is iedereen opeens jarig vandaag? Ja, geen idee. Ik ga nog even die strik aanpassen, want dit vind ik echt zo lelijk. Ja, strik er nog bij, dan ben je helemaal klaar. Ja. Wat hebben we allemaal inmiddels in de chat gekregen? Even spieken. Aya is inmiddels ook weer aangeschoven. Gezellig, Aya. Rachel vraagt, Sonja, hoe oud ben je? Ik denk 22. En dan vervolgens zegt Daniel, ik denk 52. Nou, en bedankt. Ik ben dus geen 22, zeker niet. Maar ik ben ook zeker geen 52. Ook dat niet. Ik ben pas jarig geweest. En ik ben geworden... 43. Ja. Iedereen zit nu echt zo... Oh. Iedereen zit en denkt, zo oud. Ja, zo oud. Oké, ik heb ook even de strik gekocht. Deze strik, die ik er nog bij heb. Kijk deze. Beautiful strik. Ja, Aya, ze was een beetje zuinig met de spulletjes. Maar nu heeft ze toch eindelijk het setje gekocht, wat ze al heel lang wilde. Ja, ik wilde dit setje al zo lang. Maar kijk nou, vinden jullie dit een dressuursetje of niet? Ik vind het zo mooi. Ja, setje gewoon, sowieso een mooi setje. Dus ja, ik ben er heel blij mee. Ah, Aya zegt nog gefeliciteerd. Dankjewel, Aya. Er wordt gevraagd of we een keer een winactie kunnen doen. Nou, dat kan ik even uitleggen. Op YouTube een winactie doen voor kinderen die nog niet volwassen zijn. Dus voor minderjarigen. Daar zitten best wel strenge regels aan vast. En we wilden dat heel graag. Want we hebben best wel regelmatig hele leuke dingen die we prima kunnen weggeven. Ja. Maar we zijn er nog niet zo goed aan uit welke regels we allemaal moeten volgen om dat netjes te doen. Ja. Dus daarom hebben we gezegd, voorlopig doen we even geen winacties. Nee. Een enkele keer geven we wel eens wat weg. Gewoon omdat je, niet omdat je het kan winnen, maar gewoon omdat we er vanaf moeten. Ja. Dus soms geven we wel eens wat weg, maar dat is inderdaad al een tijdje geleden. Dus we moeten er even in verdiepen over hoe we dat nou eens goed kunnen regelen. Ja. Maar als het zover is, laten we het zeker op tijd aan jullie weten. Ja. Maar ik ga nu even een wedstrijdje doen. Ja, want, doe maar. Want ik wil met dit nieuwe setje wel echt een wedstrijdje rijden. Mijn eerste wedstrijd wordt ook gewoon waar ik het heb gekocht. Dat is toch bijzonder? Vinden jullie niet? Okay. Adopmi zegt, ga je maar rissen. Adopmi zegt, ik wil komen, maar ik zit op een andere server. Mm-hmm. Ik zou heel graag de paarden willen laten zien, want ik heb 4 oude fjorden die niet meer te koop zijn. Misschien was het leuk om dat te laten zien. Nou, dat is natuurlijk altijd leuk, alleen wij zitten op Magnolia Island. Ja. En dan kunnen we het niet zien. Mijn lievelingspaarden zijn fjorden en Friese, dus dan weet je dat even. Even kijken. Welke server? Die muts vind ik minder, wordt gezegd. Oh ja, ik vind hem ook... In het begin vond ik hem niet zo leuk, maar... ik heb toen gekeken hoe groot die was met de muts die ik had. En daar was die echt veel beter in. En dan gaat het mij niet meer om wat is mooier, maar wat is beter. Dus daarom heb ik deze muts gekozen. Ah. En ik vind hem uiteindelijk wel leuk geworden. Wat en door de lucht heen? Oeh, ik word aangereden. Ja, wat wou je zeggen? Hoe doe je dat? Wat? Zo door de lucht heen rijden. Op een parcours rijden moet je dan. Je moet op een parcours rijden. Je moet op dat sterretjes dingetje blijven. Ja, maar dat kan ik nooit. Ik val altijd overal vanaf. Ja, dat weet ik. Even kijken hoor. Er wordt gezegd, Liam geeft aan dat hij met een RX Mark III filmt. Nou, wij filmen altijd met een Mark VI. Ja. Oh nee, de Mark VI is waar we nu mee filmen. Volgens mij hebben we de Mark 7, die hebben we los op de hand. Ja. Even kijken hoor. Ga ik nu even de andere race doen. Mm-hmm. Oh, ze vinden me nog mega jong. Isabel zegt dat ik mega jong ben. Misschien nog een nieuw setje voor je poppetje. Dat is ook wel. Wat bij je paard past. Ja, dat is ook wel leuk. Ja, oké. Die gaan we zo meteen nog kopen. Faya zegt, wanneer kan je weer appen op Snap? Oh ja, binnenkort. Vandaag ben ik nog niet online geweest op Snap, want ik ben echt...
hoe laat was ik thuis? 4:30 of zoiets? Ja, zoiets. Want ik moest ook nog naar de BSO, voorschoolsopvang, hoe je dat ook noemt. Maar daar moest ik ook nog naartoe, dus ik ben nog niet zo heel lang thuis. Hoe deed je die mooie draf, wordt gevraagd. Je moet zo'n paard kopen. Dus dat is een speciaal paard, dat kan niet elk paard. Nee. Dus als je zo'n paard hebt, of die Friese die je nu kan kopen, ja? Dan moet je op je spatiebalk drukken en hij moet stilstaan. Dus ja. Hij moet stil iets, hij moet niet lopen, dan doet het niets. Stilstaan en op je spatiebalk drukken en dan kan hij dus die pas. Oké. Okay. En bij een Spaans paard is dat juist weer andersom, dan gaat hij de Spaanse pas doen. Spaanse pas doen, maar ook als hij stilstaat. Ja, en Aya schrijft het al, die stap, die draf, dat heet de piaf. Ja. En dat doe je inderdaad met je Spaanse balk. Ja. Even kijken. Hoe oud ben je? Ik ben 10. Ja, en ik dus 43. Ja. Heb ik net al een beetje verteld. Ja. Even kijken. Inmiddels zitten we met 112 in de chatbox. Ik heb bijna moeite om het allemaal bij te houden, maar dat komt wel goed. Dat kan zo. We komen nu niet naar Misty Mountain. Nee. Dat gaat helaas niet. Wat is je Snapchat? Ja, Bobbili gewoon. Gewoon Bobbili, ja. Ja. Overal Bobbili. Ik heb een soort van. Ik heb los haar op mijn avatar. Ja, ik heb los Even haar. Kijken, hoe en lang blijf je nog live? We blijven live tot net iets naar achter. Ja. Het is nu 7:50, dus zeg maar. Een klein half uurtje zijn we er nog. Ja. Waarschijnlijk gaat nu mijn hele snap vol lopen met mensen. Ja, dat komt wel. Maakt niet uit. Even kijken, wat hebben we nog meer? Zo, die race heb ik ook even gehaald. Weer 250 erbij. Dat is leuk. Ja, ik ga nu eventjes 250 XP voor een paard kopen. Met deze dingetjes. Met sterretjes. Ja, met sterretjes. En dan moet je er 5 voor hebben, dus eigenlijk moet ik nog 1 race doen hier, maar ja, het gaat niet altijd. Wow, alles viel. Ik hou er een bakje af. Niks aan de hand, komt goed. Oké, ik ga hem even bij dit ding inleveren. Oh, ik ga helemaal weg, joh. Mis je de manege, vraagt Aya. Ja. Ja, heel erg. Zeg het maar, je mist heel erg. Ja, ik wil dat jullie open gaan, dat zou veel leuker zijn. Maar deze? Oké. Dat doe ik dus met die sterretjes. Oké. Ik ging kleding kopen voor mijn poppetje natuurlijk. Ja, dat ga ik even doen. Maar waar was die Winter Wonderland dan? Oeh, je valt heel hard naar beneden. Maar ik ga even mijn dingetje voor mijn poppetje kopen. Ja. Dus dan moet ik naar kleren. Ik zit echt nooit op mijn kleren. Oh my. Oké, hier ben ik dus. Nee. Stippeltjes. Oeh ja, ik weet al wat ik wil. Ja, ik weet het al. Ik wil ook. Heb je snel besloten? Ja, ik wil dat ook al heel lang. voetentopje. Hier, zo zit dat. En het is black. Of zou ik zo'n body projector doen? Nee. Is het deze? Nee. Ja, het is deze. Ik wil al heel lang ook een dressuur. Iets. Oh, een echte nette kleding. Ja, nette kleding, ja. Oké. Okay. Nee. Ik denk dat deze wordt. Ja, moet je alleen nog een beetje veel stark. Dan moet je er ook een witte broek bij doen. Ja, dat ga ik dus nu ook even doen. Waar zit dat? Handen, benen. Benen daar. Een witte broek moeten we daar. Oh, oké, dat wordt moeilijker. Wat is nou weer een leuke witte broek? Jongens. Is dit een leuke witte broek? Ik denk dat dit wel een leuke witte broek is, toch? Voor de. Dit. Het is wel allemaal best wel duur. Ja, maar ja, dat zeg je nou eenmaal. Ja, maar. Ik kan niks aan doen. Ik ga het veel dragen. Is dit een mooie witte broekzoen? Ik denk het wel. Nou, dan vraag ik toch even aan de groep: is dit een echte dressuurbroek? Niet helemaal, hè? Nee, want dat oma-randje. De bovenkant is een beetje gek. Oma-randje noem ik het maar even. Oké, maar dit lijkt me echt op een paardrijbroek. Dat lijkt me nou niet echt helemaal. Misschien zit het wel bij zwart. Misschien. Wauw, dat is ook een mooie paardrijbroek trouwens. Oh, die is ook best wel hoog, joh, deze zwarte broek. Kijk nou. Ja. Oh ja. Die is nog best wel hoog ook. Maar ik zit nu even bij zwart te kijken, want bij wit kan ik even niks vinden. Oké. Misschien grijs. Nou, Amaras gaan we zeker ook van de week nog wel een keertje spelen. Ja. Altijd leuk.
Ja. Ik hoop dat jullie dan ook mee kunnen doen, dat het allemaal nog gaat passen. Ja, want het... Ja, want we willen wel met groter. Daar hebben we al een beetje naar gekeken. Alleen dat is een beetje illegaal om dat groter te maken. Er wordt gevraagd, wil je een keer een Kahoot doen? Oh ja, ik weet wat dat is. Nou, ik ken Kahoot. Ja, ik ook. Ik weet alleen niet wat je dan wil doen. Ja, wat, ja, dat is wel het waar. Dat, wat wil je doen? Ja, ik ken Kahoot. Ik weet hoe het werkt. Ja, ik ook. Want wij doen het heel vaak met de meester. Ja, maar wat wil je dan dat wij daarop gaan doen? Ja. Zeg het maar in de chat. Geen probleem. Ik denk dat ik deze broek ga doen. Deze oranje. Maar ik zit een beetje te twijfelen tussen dit oma broekje. Ik noem dit oma broekje vanwege dat oma randje. Ik weet niet waarom. Maar en deze broek. Ik zit te twijfelen tussen deze broek. Ja? En deze. Oké. Okay. Dus weten jullie het? Anders laat je het eventjes. Maakt niet uit. Ja, dan doe ik gewoon even deze. Want deze gaat wel voor bij mij. Want dat oma randje zie je eigenlijk bijna niet daar. Oké, okay, ja. Slaat je mooi aan. Oké. Okay. Ik heb wel laarzen van... Hoe heet hij nou? Die laarzen die ik heb gekregen. Ja, weet ik niet meer hoe die heet. Nou, ik heb laarzen gekregen in ieder geval. Ja, maar zullen we nog even iemand in de stal gaan kijken? Ja. Ja? Even kijken hoor. Het is vandaag... Welke datum? Het is vandaag 5 januari. 5 januari. En ik heb vandaag geen zin in grabbelen. Dus ik heb een ander idee. Het is vandaag de 5e dag van de maand. Ja. Januari, dus A, B, C, D... E. Mm-hmm. Wie heeft de letter E mm-hmm. in zijn paardennaam of in zijn naam staan ja. als eerste letter van zijn voornaam of de eerste letter van zijn achternaam? Maakt niet uit. Eerste letter voornaam, eerste letter achternaam. Maakt niet uit. Okay. Dus als je een E hebt, ga dan even terug naar je stal. Yep. Stuur een vriendenverzoek of een stalverzoek, sorry. Ja. En dan kom maar gezellig even bij jou in stal kijken naar de paarden die jij hebt. En uiteraard zijn we heel erg benieuwd naar welk paard jouw echte favoriet is. Dus. Dan moet je denk ik alleen even uit de winkel, want ik denk dat je anders geen stalverzoek binnenkrijgt. Nee, denk het ook niet. Maar dit is mijn setje. Oké. Okay. Behalve die schoenen. Maar heb je die gewoon, gekocht dan? Nee, ik heb nog niet gekocht. Maar dat ga ik zo meteen doen als... Oké, ik heb een stalverzoek. Iedereen doet. Van een Nina... Ja, maar dat is geen E. Dat is geen E, sorry. Met de E. Dus een E in de voornaam of een E in de achternaam van jouw poppetje op Star Stable. Ja. Dus niet van het account op YouTube, maar echt in Star Stable. Ja. Zoals we het vriendenverzoek midden in het scherm zien, kunnen we gelijk zien of er een E vooraan in je naam staat. Het spel wat we spelen heet Star Stable. En het is een paardenspel zoals je ziet. Het is gratis te spelen tot level 5. En wil je verder, dan kan je een account aanschaffen. Als je een account aanschaft, kun je ook allemaal leuke dingen kopen en krijgen. Je krijgt ook iedere week extra punten, zodat je wat meer spulletjes kan aanschaffen voor je paard. Dat is alleen als je lifetime bent trouwens. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat moet je kopen gewoon. Inmiddels zitten we met 101 in de chat. Er is vast wel iemand met de letter E. Mm-hmm. Wauw, die is hier. Wauw. Bella aan het beest of zo. Ja, zoiets. Hele chique oude kleding. Ja. Wat is het leukste dat je ooit hebt meegemaakt, Bobby? Vraagt Nienke. Nee, Amanda, het is niet met een E. Wat is het leukste wat ik ooit heb meegemaakt? Ja. Ik heb het nog, denk ik, ja... dat ik tot nu toe heb meegemaakt. Ik weet het echt niet. Te veel. Ik denk dat ik het weet. Wat dan? De geboorte van de babykonijnen. Oh ja. Ik denk dat je dat wel heel erg spannend vond. Ja. En dan wat nog hopelijk gaat komen. Een kitten krijgen. Bobbelie had aan Sinterklaas een kitten gevraagd. Maar ja, Sinterklaas had niet geluisterd. Nee. Toen heeft ze aan de kerstman een kitten gevraagd. En de kerstvrouw heeft niet geluisterd. Niet geluisterd. Dus nu heeft ze heel graag de wens voor een kitten. Ja, dus maar ik ga gewoon op mijn verjaardag. Ik ga 10 cijfertjes opschrijven. En de enige wens die ik heb is een kitten, een kitten, een kitten. Is dit met een E? Dit is niet met een E. Sorry Amanda. Ik ga gewoon 10 keer schrijven. Oké, als we verder geen E krijgen, dan gaan we de K doen. De K. Van kitten. Wie heeft de K van kitten in zijn voor- of zijn achternaam staan van
Star Stable. Ja. Duurt even lang. Ja, van maakt niet uit. Dus Star de Stable. E mag en de K van Kitten. Ja. K van Kitten. Ja. We zijn op zoek naar een leuk poesje. Mm-hmm. We willen graag een meisje. Ja. Dus dat heet al een poes bij een kat. Ja. En dat zou heel leuk zijn als we die zouden kunnen toevoegen. We hebben één poes, Doony, die is al wat oud. Hey, nee! We hebben een E. Yes. Ja, gevonden. Ja, maar we willen dus heel graag een kitten erbij. Mm-hmm. Zodat tegen de tijd dat Doony echt doodgaat, dat we dan een nieuw poesje in ons gezinnetje erbij hebben. Mm-hmm. Maar dat is heel moeilijk zoeken. Kijk, hi, zegt ze. Wat is je lievelingspaard? Uit je stal. Hé, dus de starterspaard heeft hetzelfde setje als ik. Zie ik nu. Ik denk dat dit haar lievelingspaard is. Ja, het is een hertje. Kan je hem aaien? Nee, zit erop. Oh, maar het is een Spaans paard, hè? Dus ze kan een Spaans pas. Oh, ze kan ook de Spaans pas. Laat eens zien. Kan je de Spaans pas doen? Waar ik op zit, ja. Ja, oké. Okay. Kan je de Spaans pas doen? Oké, okay, deze kan dus ook de Spaanse pas, dat weet ik. Volgens mij gaat het elk moment doen, hoop ik. Oh, ze gaat eraf. Oh, kijk maar aaien. Verkeerde knopje. Oh. Kijk. Oh. Hoe cool is dat? Nee, schop niet mijn paard. Auw, auw, auw. Nee, ga niet in mijn paard staan. Hé, hey, een konijn. Ja. Die kan je kopen met al die dingetjes. Een bunny bunny. Bunny bunny. Die kan je kopen met al die dingetjes. Maar okay. Oh, wat mooi zeg. So beautiful. Oké, we gaan een foto maken. Ja. Kom naast mij staan. Zo. Dat is te ver. Hallo, kom terug. Wacht. Hoi. Ja. Hop. 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 Zo. Zo. Ik heb wat foto's gemaakt. Doe ik het ook even zo. Oh, brum. Mijn dier staat ook echt zo vrolijk. Wee, wah, flip, flap, flip, flip, flap, flap. Mijn dier staat ook echt gewoon zo vrolijk erbij. Zo'n kijk. Flip, flap, flip, flap, flip, 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 flip. Ik ga mijn scherm uit. Zo'n. Ja, wacht. Mijn scherm valt uit. Oké, ja. Kijk. Oh ja. Flip. Even kijken. Tessa vraagt, moet jij ook online les? Ja, zeker. Yes, zeker. Dit was mijn droom. Nou, dan is nu je droom uitgekomen. Ah, maar dat is toch super leuk dat we zo even bij iedereen altijd in de stal komen. Die bruine daarachter, die vind ik ook mooi. Wacht, ik ga even kijken bij die bruine. Ja, ga eens bij die bruine kijken. Die is ook zo leuk. Die zou ik ook nog wel... Oh. Zo, ga weg, shit. Hup. Zo, ik ging even sneller. Zo'n een zou ik ook nog wel willen hebben. Die is ook leuk. Wat is dat voor paard? Dat is een... Hallo, dat kan ik niet zien. Ik kan niet zien. Ja, die vind ik ook mooi. Die heeft ook van die grote bruine... Wacht, misschien kan ik het hier zo zien. Inspecteren. Wat is dat er voor een paard? Een Irish Cob. Dit is een magisch paard. Wat? Fonsi. Winterhof Fonsi, magisch paard. Kijk maar, hier. Kan je kopen... oh ja, ik weet waar dat staat. Ja, oh, tweede. Die is vast. Een Irish Cob, dat is een oude Irish Cob. Ja. Ja. Maar die gaat echt zo... Ja, maar ik vind hem wel leuk. Oké, ik heb hier een verzoek gestuurd. Ik heet Jasmijn en ik in Star Stable. Ik heb nog even gezien, maar maakt niet uit. Nee, maar kijk, die gaat ook gewoon zelf zo. Die gaat zo staan. Oh, kijk, die gaat op rijden zo. Let op. Tenminste, ik denk dat ze erop gaat rijden. Ga je erop rijden of niet? Ja, ze gaat oprijden. Zon. Gaat hij erop. Volgens mij gaat ze ook stappen. Volgens mij. Wauw. Oh. Ja, kijk. Oh.
Oh, zie je dat? Hè? Alsof hij helemaal zweeft als hij galoppeert. Oh ja, zo één wil ik ook. Oh, leuk. Sonja is om. Ja, ik vind hem helemaal leuk. Oké, ik vind het hartstikke gezellig. Lief dat we even bij je mochten kijken. Ja, en dat Sonja's droom is bijna uitgekomen. Oh. Nou, zeg ik op weg naar de volgende stal of iets anders, of weet ik het. Ja, nou, je hebt die er even uit. Als het goed is, hebben we nog een stal. Als het goed is. Van Jasmijn en ik. Jasmijn en ik. En Jasmijn heet dus eigenlijk Ilona. Denk het. We hebben hier een stalverzoek. Sophia is een top. Maar we hebben nog geen deel. Nee, we hebben geen stal. We hebben alleen vrienden. Ja, oké. Daar komt de stal. En dat is... Harita. Ja, dat is geen K en geen E. Oké. Moeilijke naam. Ja. Oh, nog één. Nee. Even kijken. Amanda Coolord. Nee, sorry. We hebben toch ook... Nee, sorry. Even kijken. Wat heb ik allemaal? Vraag. Sorry, de vraag mag ik. Sian, mag ik zo heten. Dat was mijn. Waarom staat iedereen daar zo? Oké. Okay, Kellya Sharker. Ja, K. Ja. Heb ik. Van K van Kitten. Ja, Kitten. Als ik ook aan het denken... Vind je slijgen ook zo leuk? Vraag ik me af. Ja, ik heb twee slijgen dingen. Ik heb een Arabier met een veulen en ik heb een... heb ik nou? Ja, een trainingsparcours met Shetlanders en Shetjes en zo. Oké, hoi Kellya Sharker of zoiets. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Maar wat is jouw lievelingspaard? Of is dat deze? Daar ben ik wel echt benieuwd naar. Oh, ze gaan naar een andere. Oh, dan moet je er achteraan. Dacht ik. Ook wel mooi zo'n cowboyhoed. Het is wel koud, hè? Zie je ja, dat? Ja, hoi. Zie je helemaal naar buiten komen. Ja, ook al heb je gewoon een trui en is dat altijd zo. Oké, hoi. Wat is jouw lievelingspaard? Of zat je daar net op? Deze. Oké, ze zat op haar lievelingspaard. Dat is toch een Noors? Weet ik niet meer. Ja. Oh, level 1. Die heb je dus nog niet zo heel lang. Zo te zien. En even kijken. Een Noord-Zweeds paard. Ja, ik dacht wel Noors wel iets van deze. Ja, nou dit is jouw lievelingspaard. Ik vind het wel mooi eigenlijk. Dit Noorse paard. Ja, ik noem het even Noorse paard. Ik weet niet waarom. Maar ja, kom maar mee. Oké, ik kom maar mee. Ik kom mee met jou. Hi. Oh, ik loop achter jou aan. Ja, kom maar. Huh? Ja, ja, ja. Oh, je hebt twee Shetties. Je hebt twee Shetlanders. Oh, je hebt allebei een soort van dezelfde. Ze heeft een bruine en een grijze. Even kijken, wat heb ik hier allemaal nog meer staan? Je shit. Ja, je shit. Kom maar mee. Je hebt natuurlijk ook nog veel meer slijg. Echt? Bij de treinen. Ja, natuurlijk. Bij de clubruimte hebben we ook nog heel veel slijg staan. Ja, daar heb ik een hele manege gebouwd van slijg. Ja, paarden en koeien en alles heb je daar. Ja, heel veel hebben we daar. Oh, ik wou dat het weer alweer zover was dat alles weer open ging. Ja. Dan konden we ook weer open dag houden bij de clubruimte. Ja, en misschien... Kunnen die dan ook komen als er een open dag is? Ja, zeker. Alleen dan moeten we wel even kijken wanneer het weer kan en mag. Precies. Nou, in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken naar jouw ponies. Heb je foto gemaakt? Ja, heb ik. Oké, super. Ja, ik heb ook heel veel slijg. Ik ga nog één foto even extra maken. Kom er lekker bij staan. Noël zegt, je hebt dezelfde naam als mij. Denk ik. Dat denk ik. Dat is wel grappig. Even kijken. Alleen nog niet zo goed, maar wel een paar stappen. Oh, Adupmi zegt, ik heb mijn pony kan dus Pasen pas in real life. Dus in het echt. Oh ja, dat is ook wel leuk. Ik heb nog niet heel erg goed, maar wel een paar stappen. Oh. Nou, dat is toch super goed al. Heel cool. Ik zou dat niet zomaar kunnen doen bij een pony. Paard is een Noord-Zweed. Toch een magisch paard, die Bambi. Bambi? Die andere Bambi, die we net gezien hadden. Dat een hertjespaard. Nee, dat was volgens mij geen... Is dat geen magisch paard? Dat weet ik. Nee, volgens mij had hij alleen die stippen extra. Laura, nee. Dit is niet vooraf opgenomen. Dit is nu live. Ja, nu. En zit er nu echt live achter de computer. Ja, want het is nu... Les nu?
Bijna 8 uur. 8 uur. Wow, de tijd is echt gevlogen. We missen de race. Oh, maar waar was die race nou? Ik weet het niet. We hebben hem gewoon gemist. Oh, Gouden Heuvel van Leiden. Oh, daar kunnen we toch niet van bij. Dat is heel ver. Hup, hup, een glitch. Glitch. Waar? Glitch. Oh, twee paarden op elkaar. Glitch. Je moet even weglopen. We hebben een glitch. Ja, we hebben een glitch. Ja. Vandaag heb je een glitch aangetoond. Het is de eerste glitch vandaag. Nee, al de tweede. Want bij dat hoofdstel van hoofdstel ging ook raar. Ja. Nou, we hebben 2 glitchen al vandaag. Helemaal top. Kijk, Ilona zegt steeds, en ik, dat ben ik. Ja, dat klopt. Maar het ging over de E in het Star Stable naam. Ja, en niet in real life. Dus ja. Maar maakt niet uit. Volgende keer komen we bij jou kijken. Geen probleem. Even kijken. Sorry dat ik zo'n vraag over de video Happy. Even kijken. Ik ga even mijn poppetje nu wel even kopen. Want anders komen we er ook nooit aan toe, deze live. Precies. En we gaan er zo meteen toch mee stoppen. Dus zo gaat dat. Even kijken. Ik vind hem hartstikke leuk. Welke Sony vlogcamera is het goedkoopst op het moment? Ja. Geen idee. Even googelen. Mediamarkt, Camera Express, BCC. Even goed zoeken, dan vind je vast wel wat. Kan je alsjeblieft in mijn stal komen? Ramon, dat doen we een ander keertje. Ja, doen we vandaag een keertje. Gaan we dat niet meer redden. Het gaat even niet lukken meer. Ilona en ik zegt in het echt heet ik Jasmijn en ik. En op Star heet ik in het echt Jasmijn en ik. Oh, oké. Dus ze heet daar ook en ik. Dat is wel makkelijk. Dat is makkelijk. Even kijken. Wat is jouw favoriete meisje? Mijn Bello. Ik vind Rocky en Henk ook leuk. Oh ja, ik vind Henk niet leuk. Henk loopt zo traag. Ja. Daar heb ik minder mee. Ja. Rocky vind ik ook wel chill. Met galopperen vooral. Ik kon met galopperen gewoon zo. Woehie. Oké, dit is mijn ding geworden. Mijn setje. Dus ik denk dat ik hem ga kopen. Oké, kijk, hier zie je dus gewoon een beetje wat veranderd is. Hij gaat even hoger. Maar het springen is helaas wel 1 punt naar beneden gegaan. Ja, maar dat maakt niet uit. Nee, maar voor de rest is eigenlijk alles wel echt hoger gegaan. Het rijden is naar 21 gegaan zelfs. En de controle is naar 16 gegaan. En hier is niet zo heel veel veranderd. Nou ja, dat is wel chill eigenlijk. Dus ik ga dit even kopen. Ja. En dan moet ik wel eventjes het hoofdstel zoeken hier weer. Waar zat hij nou? Oh ja, ik had hem helemaal onderin. Nou, die kopen we. Hup. Yay. Een nieuwe cap erbij. De jas gaan we. Oh, de been natuurlijk. Ik heb uiteindelijk toch gewoon voor de oma broek gekozen. Ja? Je ziet toch niet dat randje? Nee, je ziet dat oma randje toch niet. En ik noem het nu gewoon de oma broek. Wat hebben we nog meer? De voeten niet. Nee, want je had nog laarzen. Ja, ik had nog laarzen van... Ik weet echt niet meer hoeveel. Carina zegt een leuk setje trouwens. Dank je. En deze. De handschoenen, die heb ik er ook gewoon even bij gekocht. Want ik weet niet waar. Maar dat meer zegt. Ik heb ook heel veel slijg. Een stuk of 100. Maar ik doe er niks mee. Ik ga alles verkopen. Ja, dat heb je op een gegeven moment. Dan ben je er klaar mee. Ja, dat klopt. Dan moet je eigenlijk iets nieuws kopen. Maar ja, soms wil je ook gewoon niks nieuws meer kopen. Dus dat snap ik wel. Oké, ik ga even kijken of ik alles nu heb. Want ik weet het niet meer. Wat is nou? Ik weet nog niet eens meer wat nou wat was. Oh, je staat nu... Wacht even, daar kan ik ook heen. Blijf staan. Niet weg. Oh, ik ga niet weg. Ik loop alleen een stukje aan de kant. Kijk nou, jongens. Dit is toch een perfect setje, jongens. Liefst ga je niet in me staan. Hoe kan ik nou terug? Heb je al paardentaxi gebeld? Ja, ik sta al terug. Ja, we moeten naar die naar koets toe. Koets. Ja. Ja. Alles leuk. En dan, dit is mijn setje dus nu dat ik heb. En ik ben er super duper. We gaan even niet meer in de stal, sorry. Nee. Maak weer vast. Ja, het mag niet. Nee, sorry. Dit is mijn setje nu. Ik vind hem echt super mooi, mijn dressuursetje. Zit je het een beetje op het dressuursetje? Zeker. Ik vind het zo erg op een dressuurs. Like, ik heb dus deze prachtige jas, mijn oma broek. Ja, sorry als ik oma broek zeg, maar ik vind het gewoon een leuke naam. Deze cap, die kan je helemaal onderin vinden. Ik weet niet of je die ook kan vinden, maar ik kon hem helemaal onderin vinden. En dan... Oké, ik ga even hier naar binnen, naar het midden. Oh, wacht. Naar het midden ga je naar de middel? Ja. Hi. Kunnen we een leuke foto maken met z'n allen? Ja, ik ga er ook naartoe. Zo, ik rij hard, joh. Jeetje, Mina. Maar mijn scores waren natuurlijk echt super hoog om omhoog te gaan. Oh ja, kom naast jou. Hi. We zijn geen vrienden meer. Waarom niet? Weet ik niet. Ik ga even een nieuwe vrienden maken. Ja, maar niet belangrijk voor me. Dit komt goed. Zo. Hallo. Waarom ga je niet stilstaan, paard?
Oké, met z'n allen even naast elkaar, niet op elkaar. Ik sta hier zo. Prachtig sta ik hier. Niet op elkaar, jongens. Probeer een beetje naast elkaar te zijn. Te staan, weet ik veel. Probeer het niet op elkaar te komen, überhaupt. Probeer niet op elkaar te zien. Ik kan Suja bijna niet zien. En ik kan mezelf bijna niet zien. Dus ik kom niet echt op elkaar staan. Kijk, waar sta jij? Staat daar. Dit groepje staat nu wel netjes gewoon naast elkaar. Maar... loop een klein stukje naar voren, schatje. Zo. Nog een stukje. Loop een stukje naar voren. Oh, ik had al een foto. Wacht even hoor. Zo. Oh, hij gaat precies schudden. Oh, het lijkt alsof ik een andere kat heb. Je hebt... Wat? Ik kan het niet zien. Je zit er dwars doorheen. Ja, dat heb ik ook. Oké, okay. Je hebt iets naar voren nog. Ja, dit is leuk! Dit is alsof leuk. Alsof ze elkaar kussen. Dit, nou, ja, dit wordt gewoon de foto van de dag. Ik moet alleen wel eventjes een goede... Oh, er komt nog iemand bij. Kijk, een prachtige neus wordt er nog even bijgeduwd op mijn been, op mijn prachtige witte broek. Zo. Zou ik gewoon zo een foto maken? Kan je zo ontzien? Is het door. Zo. Ik ga gewoon deze foto maken. Joh, ik vind iedereen geweldig. Zegt, sta hier, sta hier. Zo. Gaan we nog een klein stukje naar voren? Ja, even wachten. En dan gaan we weer stijgen. Dat is... Oh, jeetje, jij ging helemaal stijgerend naar voren, joh. Oké, 3, 2, 1. Oh, stap af. Ja, ze zit er nou weer maar eens op te komen. Ja, dat is... Oké, loop jij even een stukje van me weg, want ik kan mijn paard niet meer vinden. Okay. Knap lastig, toch? Zeggen ze dat altijd? Knap lastig? Knap lastig. Ja, knap lastig. Ja, nou ja. Ik zie nog iemand ernaast staan. Knap lastig. Ja, je zit er nog op, of niet? Nee, dat nee, niet. Nee, ik loop nog. Ja, ik heb mijn paard gevonden. Dit is mijn paard. Ja, oké, okay, je zit er weer. Ja, ik zit er weer op. Oh. Kom hier staan. Waar is hier? Hier. Ja. Nee, hier. Ja, andere kant op. Ik loop even een rondje. Oh nee, ik ben afgestapt. Nee, waar is mijn... Oh nee, help. Ik sta in de poort. Ja, oh, waar sta je nou? In de poort? In de poort. Oh, hi. Nee, oh, je moest even wachten met stijgen. Ja, dat ging vanzelf. Oké, 3, 2, 1 en niet afstappen. Kaboom. Wauw, mijn benen zijn echt prachtig gestrekt van dit paard. Kijk dan. Wow. Mijn benen zijn helemaal gestrekt. Het ziet er niet uit. Zo. Kijk mijn benen van dit paard zo. Oké. Okay. Kijk dit. Ja. Aboehoe. Alright. Het is pampapapam. 8 minuten over 8. We gaan er een einde aan breien voor vandaag. Nee. Morgenochtend is het weer gewoon... ondanks het thuiswerken is... Ik ga naar opa. Ja, naar opa. Maar dan moet je ook gewoon weer aan de bak. Vroeg maar uit. Met mama mee. In de auto. Ja, en groot gaten. Dus het is Sorry. Echt tijd om te gaan stoppen. Sorry. Even. Maar wel na mijn rondje. Niet vergeten. Nee, zeker niet. Ik doe even de boel dicht. Zo. Oh, Sonja, die is... Het paard is dubbel geklapt in de laptop. Ja. Zo. Ik ga even zitten. Hey, echt een geweldige livestream. Dank je, Katja. In daar zo. Nee, zeg een kleur. Wit. Groen. voor degenen die niet weten wat we nu gaan doen. Ja. Het is nu tijd geworden voor het namenrondje. We hebben 2 minuten. Ja. Max. Ja. En als je je naam typt in de chat. In de chat van dan, YouTube. Noemen wij die op. Ja. En dan, ja. Dus als je eigen naam niet de YouTube kanaalnaam heeft... Schrijf gewoon je eigen naam in de chat. Ja. Gaan we ze opnoemen. Ja, en ook al heb je dezelfde naam als in het echt en op je YouTube-kanaal, schrijf dan ook gewoon even. Ja, even je naam schrijven. Even je naam schrijven. Ik ga even het lijstje erbij pakken. Oké, wow, het begint al. Maar een rondje naar een rondje. Kijk, ga. Ja. 3, 2, 1. Mila, Fabienne, Jinte, Bo, Merel, Bianca, Jinte, Sorry. Carlijn, Elise, Melissa, Jinte, Donna,
Rachel. Nee, Rachel. Rachel, oh wacht, zij gaat volgens mij ook heel vaak met haar mama's meedoen. Dat kan. Lieke, Charinte of zoiets. Sorry als ik het verkeerd uitspreek. Romee, waar zie je Charinte? Daar. Jarinte. Jarinte. Oh, bijna. Fabienne. Quinty. Lieke, Mila, Kathleen. Romee. Puk van der Linden staat hier zo. Ja. Mila. Hoi allemaal. Marieke, Romee, Bo, Aya. Noelle, hoi. Kijk, Lieke schrijft nu de eigen naam erbij. Dat is altijd goed. Ja, dat is heel goed natuurlijk. Heel veel sterkte met je pap. Yes. Even kijken. Nikki, Lieke, Daan, Faya. Ik denk dat dit Iris moet zijn. Ja, denk ik ook. Dat is niet waar. Irit. Nee, dat klopt. Irit. Irit. Liam van der Steeg. Ging heel snel. Ja, maar zal het dubbelen. Jongens, één keer je naam zeggen is goed. Daan. Rut. Daan hebben we ook niet gehad. Nee, hebben we ook nog niet. Noelle. Noelle, sorry. Eén keer je naam zeggen is goed, jongens. Fleur hebben we nog niet gehad, dacht ik. Quinty. Dominique. Puk? Wat een lijst, jongen. Het gaat super snel. Maar dit zijn allemaal dubbele. Ja. Even kijken. Het is 11:11. En het namenrondje is voorbij. Ik moet zeggen, ik vond het leuk. Nieuwe kleren kopen is altijd spannend. Ja, dat klopt. Volgende keer kun je natuurlijk gewoon lekker gaan rijden met je nieuwe kleren en je nieuwe setje. We gaan natuurlijk volgende keer ook weer wedstrijden doen. Ja, want daar zijn we dit keer niet echt aan toegekomen. En ik wil zo'n mooi paard. Nou, dan gaan we die misschien de volgende keer wel kopen, joh. Ik wil de volgende keer een mooi paard kopen. Waarom gaan we die niet kopen? Een nieuw paard. En dan kunnen we trouwens allemaal bij zijn als je in Fort Pinta kan. Want het staat dus op de paardenmarkt. Oh. Paardenmarkt in Fort Pinta. Oké. Dus daar kan je gewoon bij. Gaan we de volgende keer een paard kopen? Ja. Komen jullie kijken naar het uitzoeken van mijn paard? Ja, hopelijk wel. Voor nu. Ik kom in ieder geval wel kijken. Voor nu. Ik hoop dat je hebt genoten van deze livestream en Star Stable. En ik zie je morgen. En tot morgen. Doei doei. Doei doei.